Goedendag, het is vandaag woensdag 28 december. We zijn in het skicircus Saalbach, Hinterklem, Leogang, Fieberbrunn. En jullie zien daar de bis beneden hangen. Daar komen we net vandaan, opgestapt in Leogang. En hierboven, bij de Alte Schmiede, hele mooie hut. Er schijnt het zonnetje al. Het zou vandaag een zonnige dag gaan worden. En daar gaan wij dan ook maar vanuit. Nou, hier ligt in ieder geval voldoende sneeuw. Eens kijken of er in het rest van het gebied ook voldoende sneeuw ligt. En we hebben hier de nieuwe lift die dit jaar in bedrijf is gegaan. De nieuwe Azitskogelbaan. Het is weer koud genoeg hier in het skicircus. En sneeuw is wat we nodig hebben. En komt dat niet, dan kunnen we gelukkig deze helden weer aanstaan. We zijn bij de wilde karhutten. Dat betekent dat we op zo'n 1900 meter zitten. Hier aan de kant van de Viehoog. Wij skiën nu richting Saalbach. De Bernkogel die zie je daar al liggen. Die piste. En helemaal achterin Hinterklem. We zijn weer aangekomen hier in Saalbach. Het is altijd weer heel leuk om hier te zijn. Het is hier ook gezellig druk. Heel veel les wordt er ook gegeven, zoals jullie kunnen zien. Als je het kan zien. Maar wij gaan richting, hopelijk, de Schatzberg. We zijn bij de West-Kipfelbaan die jullie daar zien. We pakken daar ook de afdaling richting Hinterklem. We zijn in Hinterklem en we gaan nu een gondel in en dat is de kortste gondeltraject van de wereld. Een heel kort baantje.
Kijk wat daarboven, daar is al het eindstation. We zitten in Hinterklem op dit moment, in de Zwolver Kogelbaan. En de piste die je hier naar beneden ziet gaan, die is het decor over 2 jaar, misschien wel 2 maandjes, van de wereldkampioenschap. We zijn bij het persstation van de Zwolver Kogel. En daarachterin zie je nog de Zwolver Noord. Die gaan ze over een tijdje vervangen. Nou, we zijn inmiddels weer bij de Westgiepelbaan. We zijn weer op de terugweg. We zitten nog in Hinterklem. Maar we gaan zometeen via de Limburgbaan gaan wij weer richting Viehoven. En uiteindelijk zijn we dan weer in Leeuwen. De aansluiting is weer gemaakt via de Schönleitenbaan. We zijn weer aan de goede kant beland. Van nog 1 liftje en we zitten in Leeuwgang. Aan ons rondje hier in het skicircus Saalbach Hinterklem Leeuwgang Fieberbrunn komt zometeen een einde. Ski je nog eventjes richting Leeuwgang, richting de Alte Schmiede naar de bergbanen ook daar. Ja, om vervolgens naar beneden te gaan. Maar wij hebben hier een hele goede dag gehad met zeker goede sneeuw. Verbaas je er echt over, want sneeuw was gewoon goed te noemen. Dus wat dat er gaat, kan het hier nog wel eventjes tegen. En met deze mooie beelden van de zon die zo meteen achter de bergen schuil gaat, zeggen wij maar weer de groeten.